De schenkingen en ondersteuning aan het COVID-vaccinatiefonds komen op gang, zegt minister Amaramadine van Volksgezondheid. Voor het kopen van vaccins is er 16 miljoen Amerikaanse dollar nodig. Vanuit de gemeenschap zijn er recent enkele SRD en US-stortingen gedaan. En is er door het bedrijfsleven de tweede tranche van het COVAX-vaccin aangekocht. We hebben vanmorgen met Newmont gesproken om ook daar te ondersteunen. Interfund heeft 100.000 vaccins ter waarde van 100.000 vaccins gedoneerd. Er zijn dus concrete zaken die ik kan realiseren. Ik heb een vertegenwoordiger in het fonds. Wij zijn als minister zelf niet, hebben geen overzicht over het fonds. Maar we krijgen wel de wekelijks rapportage. Ik kan u de laatste update niet geven, maar het begint nu te lopen. Eindelijk. Dus we zijn wel blij met de input van, en er moet meer komen vanuit het bedrijfsleven, vanuit individuen. Mensen starten zelf in SRD. Ik bedoel, dat is een signaal dat men wil geven dat het moet komen. Dus de ondersteuning zal komen. Het ministerie van Volksgezondheid heeft een verzoekschrift gestuurd naar Nederland en de Verenigde Staten. Deze landen zullen AstraZeneca-vaccins aan de wereld beschikbaar stellen. Althans, Nederland met de overstok zou zitten en US zou exporteren. We hebben dus formeel, mag je weten, al gisteren en maandag de letters of request gestuurd. En we hopen op een spoedige reactie vanuit die kant. De bedoeling is dat wij een strategie hebben en beseffen dat vaccineren, het is als te zien in Israël. Israël heeft nu al volgens mij een week geen doden meer. Israël heeft met 90% van hun samenleving al 2 doses toegediend. Betekent dat, je ziet het al in de cijfers, dat de infecties droppen, sterfte daalt. Dat is de bedoeling van vaccineren. Natuurlijk heb je die reus een beetje. Maar belangrijk is dat wij dus een strategie hebben om zoveel mogelijk vaccins snel binnen te halen. Het bedrijfsleven heeft zich al gecommitteerd eraan. Dat minister, het moment dat de vaccins binnen zijn, we alles in het werk stellen om alles open te gooien om te vaccineren. Dat is het plan. Minister Amaramadine van Volksgezondheid. Hij zegt op vragen van journalisten dat een onderzoek van de Adverse Event Following Immunization Team heeft uitgewezen dat in het geval waarbij 3 personen na vaccinatie om het leven zijn gekomen, er geen link bestaat met de vaccinatie.